Hey boys, ik kom net met een nieuwe video voor jullie. Call of Duty Advanced Warfare, zoals je op de achtergrond ziet. Domination is de game mode. En die map, hè. Ja, dat is altijd weer die map name. Terrace ofzo. Terrace is het volgens mij. Dat is wel. ASM1, zoals je ziet, met de diamond camo. Yeah! Ik heb eigenlijk een beetje ras gegeven en alle stickers gehaald, zodat ik diamond kon opplakken. En nou, misschien dat je het als YouTuber herkent. Als je zelf YouTuber bent en je kijkt deze film, deze video, dan ga je het wel herkennen. Ik was een beetje aan het grasduinen door de gameplay die ik nog op mijn harde schijf had staan. Ik neem veel gameplay op. En soms ben ik ook wel een beetje lui, dan is de gameplay die eigenlijk niet geschikt is, die laat ik ertussen staan. En uiteindelijk heb je dus een map van weet ik veel gigabyte groot, met allemaal gameplay. En ja, daar wil je eigenlijk een nieuwe video maken. Dan heb je niet zoveel gameplay actueel goed staan. En denk je, heb ik nog wat te staan? En dan moet je dus die hele map doorgrasduinen. En dan moet je eigenlijk dan alsnog gameplay nog een keer doorkijken. Zeg je, nou, is niet echt geschikt. En delete, weet je wel, zo. Of wat ook nog kan, is dat er dus gameplay binnen bij zit. Die wel geschikt is, maar dan dacht je, hé, volgens mij heb ik die al een keer gebruikt. Moet je dat eruit zoeken, dus niet fijn. Maar deze had ik nog opstaan. En ik was vrij zeker van dat ik deze gameplay al gebruikt had, maar dus niet. En ik weet het nog wel, dus een aantal dagen terug, misschien 2 weken terug of zo, had ik zo'n avond waarbij alles lukte. Elk potje, ja, maakte ik gehakt van iedereen. En dat was dezelfde avond waarbij ik ook een 50 plus haalde in Domination. En deze was slechts een 47 volgens mij. Dus een 47 kills. Met iets van 10 of 13 deaths of zo. Met een dubbel paladin, een dubbel bombing run. Ja, gewoon ziek. Dus ik blijf dat raar vinden. Hè? Soms is het echt, ik weet niet hoe dat met jullie zit of jullie daar een verklaring voor hebben. Ik geef toch wel eens de internet schuld of de server. Ik weet het niet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het namelijk aan mijn eigen skills ligt. Weet je, het verschil is zo groot. De ene avond doe ik dus dit. Weet je wel, ik had ook een avond een tijdje geleden dat ik gewoon een uur lang 8 of 10 potjes free for all achter elkaar won. Gewoon met grote cijfers, weet je wel. Je hebt zo'n medal dat je met 7 punten verschil, 7 kills verschil free for all moet winnen. En daar had ik er geloof ik 4 van of zo. En deze ook, dat je zo makkelijk kills maakt, heb je natuurlijk wel de killstreak staan. Dus niet alleen gunstreaks, maar toch. En soms heb je avonden, dan is het zo struggling, joh. Dan ben je eigenlijk al best tevreden met potjes die, waarbij je gewoon positief staat, als het ware neutraal. Dus zeg maar 16-16 of 10-10, weet je wel. En hij maakt je ook niet de aantallen kills, dan zit je op die 16-16 ongeveer. En je zit echt te zweten, echt te tryharden. Gewoon echt op je minimap te kijken van welke routes moet ik naar lopen, waar zijn de enemies, kan ik ze in de rug, weet je zo. Weet je, soms zit je ook wel eens gewoon te kut eigenlijk, weet je wel. Dan heb je gewoon muziek op je headset. En ben je gewoon een beetje aan het rondlopen en niet echt het opletten. En dan, ja, als je dan een rare score haalt, zeg je, nou, misschien moet ik even beter opletten. Maar dat je gewoon echt aan het zweten bent, echt aan het tryharden en dat gewoon helemaal niet lukt. En dan de volgende avond, dan krijg je dus, zeg maar, zulke soort scores, wat voor mij gewoon hele goede scores zijn. Kijk, je hebt mensen die gaan zitten tryharden voor de 100 plus. Nou, dat vind ik wel erg heftig. Ik weet trouwens niet of dat überhaupt gedaan is of kan op Call of Duty Advanced Warfare. Want je kunt namelijk volgens mij veel slechter de spans beïnvloeden. Want een 100 plus haal je eigenlijk alleen op het moment dat je een span trap weet te maken. Of de span zo weet te manipuleren dat je ze manipuleren naar je hand zet. Hetzelfde, maar dat je dus precies weet waar de enemy vandaan komt. En dus als het ware al aan pre-aimen bent. Zodat er een treintje met enemies om de hoek komt. Maar hier, ja, iedereen kan natuurlijk overal vandaan komen en al springend. Dus een 100 plus op Call of Duty Advanced Warfare. Laat me weten in de comments of je überhaupt al een keer zelf al een keer gedaan hebt. Of dat je weet van iemand dat hij het gedaan heeft. Of misschien een YouTuber die het online heeft staan. Dus dat zou ik wel graag willen weten. En natuurlijk niet tegen bots, hè. Ik had natuurlijk een video geliked van een fellow YouTuber. Die had een paar one-shot bots ertussen zitten. Het is een klein beetje no-no, Brian. Ik weet dat ze niet allemaal waren. Maar het was mensen opgevallen. Dus ja, bots is natuurlijk leuk om tegen te oefenen. Als je bijvoorbeeld competitive gaat doen.
wil je natuurlijk meteen op scherp zijn op het moment dat de eerste seconde ingaat. En dan ga je even oefenen tegen bots of zo, of tegen andere mensen. Maar, bots voor gameplay op YouTube is niet echt heel erg gewild. Dus maar in ieder geval, dat was ongeveer wat ik ervan wilde zeggen. En enjoy the gameplay. Dit was de eerste helft, zo te zeggen. En dan komt nu de tweede helft. En trouwens nog bedankt weer voor alle support. Ik blijf maar gewoon bedanken, omdat het toch wel redelijk awesome is. Inmiddels op 217 subscribers. Dus ik denk in 4 dagen geleden of zo. 4, 5 dagen geleden zat ik nog onder de 200. En nu op 217. Dus gewoon lekker opstomen naar de 220, 225. En ja, daar begint toch die doel, zeg maar, van 250 stuks voor 1 juni. Nou, nog niet zo heel gek te klinken. Dus ik moet er wel de vaart erin zetten. Daar heb ik jullie bij nodig. Dus alsjeblieft blijf hem liken deze video. En ook op social media delen. Misschien dat je zelf zo aardig wil zijn om wat vrienden van je op te porren. Om op mijn kanaal te subscriben. Wel vrienden die natuurlijk ook echt Call of Duty leuk vinden. Want ja, iemand die gewoon subscribt voor het cijfertje. Daar heb ik ook weer niks aan. Ik moet wel echt wel viewers hebben. Mensen die het dus echt leuk vinden om video's te kijken. Maar wellicht dat je gewoon een tipje aan iemand kunt geven. Alvast weer bedankt. Spreek je snel. Bye bye. Corners of my mind. And it walks the fast touch for the
trust the victim.